Vandaag gaan we poldervissen in het water hier achter mij. En dit zie je in deze video. Oh, wat ben ik hier blij mee. Onbeschrijfelijk, wat een gevoel voor zo'n klein visje. Yes, I have one. Yes, finally. Oh. First fish. Oh, there was one. Yeah. Now he's gone. Zo, hallo allemaal. Welkom terug op kanalgratis.nl. Mijn naam is Lau en ik ben hier vandaag samen met Severin. Goedendag. Vandaag zijn we in de polders. En vandaag gaan we proberen om een paar mooie snoeken te vangen. Vandaag gaat Severin voor het eerst poldervissen. It's your first time poldervishing today? Yes, first time. So let's see so what it brings. So I hope I can get you a few nice polder pikes. Yeah, hopefully. We vissen op een plek die ik ook nog niet ken, dus we gaan gewoon lekker nieuwe stekjes ontdekken. En dan gaan we ons best doen. Let's go. Let's go. Boom! Zo, ik begin vandaag met de flatnose. Okiboji perch, denk ik dat deze kleur heet. Severin vis met een iets donkere kleur. En het water is een beetje bruinig, dus ik ga voor een iets feller kleurtje, een beetje geel, een beetje oranje. En ja, dan gaan we maar eens kijken of deze kleur een paar mooie snoeken op de kant kan brengen vandaag. Time for the first cast. Let's go. Let's go now. Boom. Perfect weertje bij vandaag. Een beetje zonnetje, niet te veel wind, wel een beetje wind. Maar het water ligt er perfect bij. Hopelijk denken de snoeken er ook zo over. We gaan het zien. We gaan het uiteraard ons uiterste best doen om een paar mooie snoeken te vangen vandaag. Zo, de zon schijnt. Tijd voor de zonnebril. Nou, we vissen vandaag dus ook op een voor mij nieuwe spot. Dus ook voor mij is het spannend of hier überhaupt snoek zit. Dat zal haast wel. Het ziet er super mooi uit. Maar goed, je weet het nooit als je er nooit eerder gevist hebt. Maar het is altijd wel leuk om ook nu in de polder altijd een paar nieuwe stekken te ontdekken. Dus hopelijk gaan we hier wat vis vangen. En mocht dat hier niet lukken, dan hebben we nog enorm veel water hier in de buurt wat je altijd kan uitvissen. Want als je eenmaal in de polder bent, dan is het water vaak oneindig. Dus ik weet er bijna wel zeker dat we vandaag een paar snoeken gaan vangen. Zo, we hebben net even die andere kant afgevist als eerste, maar daar hebben we eigenlijk gewoon geen beet gehad. Er schoot één vis weg voor de kant, maar ja, of dat een snoek was of iets anders, dat weet je nooit natuurlijk. Dus we zijn nu even iets verder opgelopen en hier heb je langs de weg allemaal bruggetjes en zo. Dus hopelijk liggen de snoeken hier onder de bruggetjes. Gaan we in ieder geval dit even proberen. Zo, we gaan eventjes verkassen. We go to another spot now. Yeah, we try something we have confidence in. Or Lau has confidence in. Yep. And yeah, hopefully we can present you the first fish over there. Ja, laat ik hopen dat we in ieder geval daar de eerste vis kunnen vangen. We hebben het hier net eventjes afgevist, maar ja, er staat flink wat stroming en het water is een beetje aan de troebele kant, vind ik. Dus ik heb er niet zo heel veel vertrouwen in. En ja, als iets voor mij belangrijk is op een nieuwe plek aan het vissen ben, is het wel vertrouwen. Dus we gaan het even echt anders proberen. Nou jongens, ik ga even weer van aasje wisselen. Het is hier iets ondieper dan waar we net waren. En ik had er net even een klein jerkbeetje aan gedaan, maar deze zinkt me iets te snel. Dus ik ga even naar een iets minder snel zinkend jerkbeetje. Ja, op die manier hoop ik toch even die snoeken te kunnen triggeren met een langzaam zinkend aasje op de ondiepte. Severin die vist nu met een shed, dus altijd variatie is ook wel goed, want we gaan erachter komen of ze snel gevist aas willen of dat ze langzaam gevist aas willen. Dus ik ga even met een jerkbaitje proberen en dan hopelijk levert dat mij een mooie snoek op. Guppy shallow, spotted bullhead, gaan we even kijken of deze gaat werken. Nou jongens, als de vissen niet eten, dan moeten we zelf maar eten. We staan nu even op de parkeerplaats. We staan eventjes voor hamburgers te maken. We're gonna have some nice lunch. Ja, yeah, for sure. Perfect. After that, we're super motivated to catch some pike. Absoluut, we gaan nu even de energie aanvullen en dan gaan we zo meteen hopelijk een paar mooie snoeken vangen. Cheers. Boom. You're awesome. Zo, maag weer vol. We zijn weer verkast naar een nieuw stekje. We gaan nu hopelijk hier een actieve snoek tegenkomen. We gaan weer heel veel kilometers lopen. Gewoon op zoek naar de actieve snoek. Oh, there was one. Ja, yeah, hooked it off. Oh. Daar waren de eerste fish. Ai, ai, ai. That was a close one. Zo jongens, Severin heeft net de eerste vis gemist, helaas. Ja, hij had net gewisseld naar een klein spinnerbeetje. En die had hij best wel agressief binnen gevist. Dus ja, daar kreeg hij een aanbid op, maar die sloeg hij helaas mis. Dus ja, ik ga in ieder geval proberen hem ook iets te downsizen. Ik ga zo meteen even kijken met die kleine Hooligan Rose Junior. En dan gaan we daarmee kijken of we misschien met downsizen wat aanbieden kunnen krijgen. Want het loopt nog steeds niet lekker zoals we willen. Dus dat gaan we maar proberen.
I think so, because I saw this big splash here. And then when I walked here, I just saw him shoot away. Oof. Oi, oi, oi. It's not big, but... Oh my god. Nou jongens, eindelijk hangt er eentje. Hij is niet groot, maar het is waarschijnlijk de eerste van de dag. Als we hem binnen kunnen krijgen. Oef. F***ing finally. Yes, finally. Oh. First fish of the day. Oh, I'm just over the moon with this fish. Finally a pike. Finally. I'm so happy, I can't tell you. This is... Oh. It was a very exhausting day so far, but now maybe on the evening hours they start hunting. Oh, this is crazy. Ja jongens, het is niet te geloven. Eindelijk een snoekie. Geen grote. Ik dacht dat hij veel groter was toen ik hem weg zou schieten, maar dat maakt niet uit. Het is een, de eerste van de dag. Ik ben er super blij mee. Op de kleine Hooligan Road Junior. Zieke aanbeet, vak voor mijn voeten. Geen grote, maar ik ben er niet echt super blij mee. Eindelijk een snoek, eindelijk beloond voor al het harde werken. Gaan we hem eventjes netjes ontwaken en dan mag je weer lekker zwemmen. Nice pike. Super, super happy with this one. First pike of the day. Hopefully many more to come, but this is the first one. And there he goes. He goes the wrong way. So, he just greed again. And just gonna put it back again, of course. Now he's gone. Guys, this is unbelievable. I'm so happy with this fish. I'm also so happy. This gives us lots of motivation for the last time. Finally. It feels like a giant. Pike knuckles, eindelijk na de eerste vis. Oh, wat ben ik hier blij mee. Onbeschrijfelijk, wat een gevoel voor zo'n klein visje. Niet normaal. Oh, jongens. Eindelijk, ongekend, eindelijk een snoek. We hebben er meerdere uren voor moeten strijden. Maar uiteindelijk is het raak. Ik was net van aas gewisseld. Ik ben net gewisseld naar de kleine Hooligan Roach Junior Hot Pike. Finally a fish. Finally. Well deserved, I think. Yeah. I'm gonna steal this one from of course. No, now, just kidding. Now it's our time to let you catch a polder pike. Yeah, we're gonna try to catch your first polder pike. Bam. Let's do it. Let's go. Fairly crazy. Yeah, pike! Yes, I have one! Fish! Yeah. Also, den will ich nicht verlieren. No! Please don't lose it! Oh Gott, oh Gott. Oh! No, please, please get that one. It's super close hooked. Yeah, super, okay. Super. It's grab it, just. Yeah! No, 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 don't let it go, don't let it go. Pay attention on your fingers. Yeah, yeah. Please. Okay, it's I very, can. Very ugly pike, but I can take it. I have it. Yes! Whoa, yes, bro! Finally! Oh my god! Okay, I can take it here. Yeah. So, guys, finally, my first polder pike. It's a very, very beautiful pike and I feel so relieved after catching this fish. It's like, it was a real struggle to say, I can say that, but now it's finally done and I have my first polder pike ever. Let's put this beauty back and then go for another one. So we're now gonna release this beauty in the Netherlands. It's the one, yeah. Ui! And he's... Also der hat Bock. Der wollte weg. Yes, Lo! Finally! Oh, I'm so happy. Oh, jongens, eindelijk is het vechten beloond. Finally your first fish. Finally, yes. Oh. I feel so good. Yes, first polder pike. It's just insane. Yeah. It felt like this is like a new personal best. I don't know why, but this is like... Oh, eindelijk de eerste vis. Nu hebben we allebei in ieder geval één vis. En ja, hopelijk gaan we er nu meer vangen. Ook op de hot pike. Yeah. Same color. It's always the same color. Yeah. I made that what the local guy made, so put on the hot pike and it worked.
And I was like a little bit suspicious. I talked to you like before, I don't really have trust in these waters. They are too clear for my conditions with this bait, blah, blah, blah. And like 1 minute later, I hooked the pike. Perfect. Crazy. Let's take some more now. Let's go for more. Stuck. I was super bad. This was like, I thought I saw a swirl behind. That's why I made it slower. And now this one is gone. It's gone. The whole way around, you mean? Yeah, I can talk to the outside and walk around. Yeah. Oh shit! Was man nicht alles macht, um den Hänger zu lösen. Ja, het is ondertussen het laatste licht. Ik denk dat we nog 10 minuutjes een kwartiertje hebben. Gaan we nog even gauw proberen om er nog eentje bij te vangen. En dan zullen we het wel zien. Zo, dat was hem voor vandaag. 2 vissen gevangen. Een paar aanbeten gemist. Al met al is best wel een taaie dag. Maar ja, we hebben wel heel veel lol gehad. We had fun, right? Yeah, it was a super great day. Thank you very much for the invitation. And it was my first time polder fishing. I really enjoyed it. Perfect. Together with you the whole day. We had super fun and I caught my first polder pike. I'm super proud about that. Perfect. And I will come again for sure. Nice, nice. Good to hear. Ja, morgen gaan we proberen om baars te vangen. Tomorrow we're gonna try for a really big perch. Yeah, we go for the really big one, the tank. So we try that. Maar vandaag hebben jullie kunnen zien dat het poldervissen niet altijd om aantallen gaat. En dat daar ook best wel taaie dagen tussen kunnen zitten. Ik wil jullie super erg bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet niet te liken en vergeet ook zeker niet te abonneren hier beneden. Vergeet zeker niet alle andere Kanaal Gratis kanalen uit te checken. En vergeet ook zeker niet 7inch kanaalgratis.de uit te checken. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later mensen.